Auteur Nizar Makdumbaks heeft gisteren zijn nieuw boek gepresenteerd, namelijk Polak slavernij verleden en Bekes genitaal verminkte Sofia in het Claudetta Tony Multifunctioneel Centrum. Het boek beschrijft een verhaal naar het leven en lijden van tot slaafgemaakten aan het pad van Wanica. Makdumbaks vertelde in zijn presentatie op welke wijze de meesters Polak en Beke hun tot slaafgemaakten hebben mishandeld. Hij zegt dat de mishandelingen in een breder perspectief geplaatst moeten worden. Want zo alleen kan er beter begrip ontstaan van wat er tijdens de slavernij is gebeurd. Wanneer je bepaalde samsa, me denk je aan mijn vrienden archiefstukken, een mishandeling samsa, hoe tek over van die, want man bekis manumesi, dus de groep bij die groen, de man dat begint ook al niet toe aan een slaaf gemaakt. De man dat begint bij toe. Maar ik vond een man toe, ik kon erin. Oké, ik vroeg dat nog, ik zo, om een lege accent, toen zit papa, ik vroeg dat in. Makdumbaks zegt dat de samenleving kritisch moet zijn over zaken uit het verleden die nu geactualiseerd worden. Historica Mildred Caprino gaf voor de boekpresentatie een voorbeschouwing over het slavernijverleden.